Categorieën mogen kiezen als jurylid. Ik begin bij de categorie documentaire. Nou, dat was één film die voor ons er echt helemaal uit spetter en spatte. Ik ga er eigenlijk gewoon niet zoveel over zeggen. Jullie hebben hem allemaal volgens mij gezien en dat is Rita. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Je vraagt je af, gebeurt dit echt? Want de maatregelen die hier en elders worden getroffen zijn ongekend voor landen in vredestijd. Maak me wel zorgen dat misschien hier opeens iemand, ja, dat er chaos uitbreekt. Ja, je weet het niet, want we wonen nu met 20 man samen. Het gaat nu allemaal wel lekker, maar zal het lekker blijven gaan tot juni? Deze film gaat over het oude klooster Sint Rita, Heilige Rita, geloof ik, waar een woongroep met allemaal jonge Amsterdammers wonen. En Lieke is een huisgenoot en heeft haar huisgenoten vastgelegd. En ik heb echt in één adem, ik wilde eigenlijk niet dat het stopte. Ik wil gewoon ook nog een vervolg, alsjeblieft. En kan je gewoon doorgaan en door blijven gaan. En de volgende keer, heb ik begrepen, moet je alleen één shot van jezelf in de montagekamer. Hartelijk gefeliciteerd met deze prijs. En we hopen echt meer van jou en van jullie allemaal te zien. En dank jullie wel allemaal ook voor jullie ontzettende openheid, kwetsbaarheid om jezelf helemaal zo te laten zien. Dat is echt waanzinnig. Dat moet ook gezegd worden. Makers zijn belangrijk, maar personages minstens zoveel. Hebben we hier de prijs, die nu niet meer zo heel onbekend is. Ta-da-da-da. Hey, nou, daar komt die 1, 2, 3. Wow! Harte gefeliciteerd! Om nog een van die leuke feestjes te vieren, 300 euro, dat is leuk. Nou, daar kan je wel wat feestjes van bouwen, toch? Eentje ja, misschien. Ja, wat voor drinken, jongens. Heb jij nog, wil je daar nog iets over zeggen? Ik heb nog een foto, inderdaad. Ja, heel erg bedankt. En inderdaad, heel erg vet dat u dit festival organiseert elk jaar. En dat jullie allemaal mee willen helpen aan deze inspirerende dag. En heel erg bedankt, ik ben hier heel blij mee. Heel goed. Applaus voor jullie talent. En dan komen we bij de...